iets aan jullie willen laten zien. En daarbij vertellen welke ik jullie kan aanraden. Dus dat ga ik vandaag jullie laten zien in dit filmpje. En ik dacht, ik kan ze gewoon zo vasthouden en erover vertellen. Maar het is natuurlijk veel leuker om te laten zien waar ik ze heb staan. En om er dan wat bij te vertellen. Dus dat ga ik doen. Dus we gaan op naar de body butters. En dit is de plek in de badkamer waar de body butters en body lotions staan. Samen met heel veel andere douchegels, andere producten. En dan hier heb ik een gedeelte body butters en body lotions. En deze heb ik hier in de badkamer staan omdat ik ze het meest gebruik. En dan pak ik ze snel na het douchen. Want dan hoef ik niet naar mijn slaapkamer toe te lopen om er eentje te pakken. Dan kan ik er eentje hieruit pakken. Ik zal gewoon beginnen met de voorste. Deze is van Vaseline. Vind ik een hele prettige, dus de spray and go. En wat ik er zo prettig aan vind is dat hij heel erg snel intrekt. En dat hij mijn huid heel erg voedt. En verder is deze voor de normale huid. En ik heb een normale tot gemengde huid. Waarbij dus de meeste body lotions niet echt in mijn huid trekken. Omdat die vooral voor droge huiden zijn. Voor droge huidtypes zijn. Dan de Dove Silky Shimmer. En dit is een voedende lotion. Deze heb ik nieuw. Althans, dit is de nieuwste die ik heb van de body lotions en body butters. En deze is ook voor de normale huid. Want als je een body lotion of body butter koopt, kijk dan wel echt naar voor welke huidtype hij bedoeld is. Want als je er eentje neemt voor de normale huid en je hebt een droge huid, dan voedt hij bijvoorbeeld niet goed genoeg. En andersom, dan trekt hij gewoon niet in. Dus kijk daar echt naar, is mijn tip. Deze vind ik heel erg fijn. Trek snel in. Is echt inderdaad voor de normale huid. Ruikt gewoon heel erg lekker. Lekker naar een beetje warmere geur. Ik kan de geur niet helemaal plaatsen. Maar ergens ruikt hij ook een beetje naar baby lotion. En deze heeft een hele kleine shimmer erin. Ik denk niet dat je het ziet. Maar wanneer je huid ermee insmeert. Dan zie je een hele kleine shimmer erin. Het stoort niet. Het is gewoon een hele subtiele shimmer die erin zit. Maar echt een hele fijne body lotion. En deze heb ik gewoon gekocht bij de Action. Dan heb ik deze nog van Dove, de Sunshine Summer Glow. En deze zorgt voor een licht zelfbruinend effect. En deze is voor de lichte tot normale huid. En zoals je al ziet, het zorgt echt voor een bruine huid. Maar dit is ook een hele fijne body lotion. Trekt in principe ook goed in. Al merk ik, ik ben denk ik te ongeduldig voor dit soort body lotions. Omdat ik gewoon niet lang genoeg mijn huid ermee insmeer. Wil je echt een bruine gloed ervan krijgen. Dan heb ik er hier ook een van Rituals Touch of a Mom. De Fresh Fig en Rice Milk. Echt een hele lekkere body lotion van de Hamam lijn. Het trekt in principe niet heel snel in. Maar het is gewoon een hele lekkere geur. Met name als je gedoucht hebt met ook de rest van de Hamam lijn. Dan is het gewoon super lekker, vind ik zelf, om ook een body lotion van die lijn erbij te gebruiken. Dan heb ik hier nog een body butter van Soap Opera. Die zat een keer in de beautybox, fitbox, iets. Ik weet niet meer welke. En dit is gewoon een body butter, zeg maar. Het is niet echt een butter, zou ik zeggen. Het is meer een lotion. Hij is totaal niet dik van structuur. Het is gewoon echt, echt een meer cremige lotion. Dus ik zou het niet echt een body butter willen noemen. Maar gewoon meer een soort whipped body lotion. En deze gebruik ik eigenlijk niet zo vaak, want hij trekt niet snel in. En ik hou ook echt niet van de geur vanille. Dus die gebruik ik niet zo heel erg veel. Dan heb ik er hier eentje staan van de beautybox van vorige maand, van december maand. Ik heb hem nog helemaal niet gebruikt. Ik heb wel de douchegel hiervan gebruikt. Maar die vind ik zo chemisch naar lavendel ruiken dat ik de body lotion ook maar heb gelaten voor wat het is. Dus misschien dat ik deze nog een keer weggeef aan familie of zo, aan iemand die hem wil hebben. Dan heb ik hier nog van Knijp de body lotion citroengras en olijfolie. En hier ben ik echt super tevreden over. Ik ben echt dol op de geur. Deze heeft ook al een keer in mijn favoriete filmpje gezeten. Hij trekt niet heel erg snel in. En hij is ook eigenlijk niet echt helemaal bedoeld voor de normale huid. Want olijfolie is echt meer voor de droge huid bedoeld. Maar toch vind ik hem super lekker. En heb ik het er dan wel voor over om hem iets langer te laten intrekken. Dan heb ik hier nog een klein beetje een bodyolie van de Skin Repair olie. Die is te koop bij The Action, geloof ik. Dit is zo'n dupe van de Bio Oil, heet die geloof ik. Ik weet niet precies meer hoe die heet. Deze vind ik echt ontzettend fijn. Het is een olie, dus hij trekt absoluut niet snel in. En hij blijft ook echt meer een beetje op je huid liggen. Maar hij zorgt bij mij wel echt voor een hele soepele huid. En ik heb zelf gewoon echt totaal geen soepele huid. Ik heb ook op mijn bovenbenen best wel wat strieën. En ik merk gewoon dat als ik mijn huid hiermee insmeer, dat het er wel voor zorgt dat ik gewoon minder snel
weerstrien krijg. En dan de laatste die ik hier heb staan, dat is de body butter van de Body Shop in de geur Mango. Deze is nog niet helemaal op. Ik krijg zo'n grote pot echt nooit op, want ik gebruik gewoon veel te weinig body butters en body lotions. Ik zou ze echt meer moeten gaan gebruiken. Deze heb ik toevallig gisteren nog gebruikt en toen dacht ik weer, oh, ik moet hem echt vaker gaan gebruiken, want de geur is zo ontzettend lekker. Ik ben niet heel erg gek, moet ik eerlijk toegeven, op de body butters van de Body Shop. Ik vind sommige echt te chemisch ruiken en ja, de geur gewoon te sterk. Maar Mango vind ik op zich nog wel gaan en ja. Daarnaast trekken ze gewoon ook echt totaal niet snel in. Dat vind ik echt een minpuntje eraan. Maar goed, het is wel echt super lekker. Je huid ruikt er echt heel erg lekker naar. En ja, gewoon de dag erna, net als vandaag, dan ruik ik mijn huid ook gewoon nog super goed. Dus dat vind ik er wel echt heel erg lekker aan. Als ik mezelf wil verwennen, dan ga ik ook meestal voor zo'n body butter. Dat was het wat betreft de meest gebruikte body butters en body lotions in de badkamer. Dan gaan we nu door naar de slaapkamer. Dan ga ik jullie laten zien waar daar nog meer body butters en body lotions staan. En zo ziet het eruit, de lade of de kast. Hier staan meer de body producten voor onder de douche. Zoals douche, scrub, douche of badproducten. Badzout, dat soort dingen. En hier staan ook een beetje mengelmoesje van diverse producten. Ja, meer zeg maar van die minis voor op reis. Ja, verder heb ik hier nog eentje van Noah Pearl. En van Knijp. Over het algemeen gebruik ik de body lotions van geuren niet heel erg snel. Alleen als ik een geur echt opdoe, dan wil ik het nog wel eens gebruiken. Maar ja, dat is meestal na een feestje of dat soort dingen. Dan heb ik hiervoor nog wat ja, body butters crème staan. Dit is een body butter van de Action. Zoals je ziet is het niet echt een body butter. Het is meer een body lotion. Het is, ja, de substantie is niet echt boterachtig. Dus vrij dun. Meer een body lotion-achtige substantie. Maar de geur is echt super lekker. En op zich trekken deze ook nog wel redelijk snel in. Dit is de geur... grapefruit en mandarijn. Echt een heerlijke, opwekkende, frisse geur. Dan heb ik hier er nog eentje staan. Ook van de Action. De ginseng cream. En deze ruikt echt... dit is de Camille ginseng cream. Die ruikt echt heel erg naar zo'n crème die wat oudere dames vaak gebruiken. Ik vind hem op een of andere manier echt enorm lekker ruiken. En hij smeert gewoon ook heel erg lekker in. Het is een camille crème, dus hij zorgt er ook voor dat je huid lekker gevoed wordt. Maar daarnaast biedt hij je huid ook gewoon echt rust, zeg maar. Waar camille ook voor staat, voor rustgevend. Dus ik vind het echt gewoon, de geur vind ik lekker en daarnaast het product zelf ook. Maar van die geur moet je echt houden, want het is echt, ja, als je hem ruikt dan denk je echt van, oh ja, dat is echt zo'n typische geur die... vaak bij je oma ruikt of zo. Ik weet niet precies. En dan heb ik hier ook nog de Shea Body Butter. Van, die komt ook van de Action af. En dit is wel echt meer een butter. Het is echt, zoals je aan de substantie ook ziet, is het echt een dikkere substantie. En ja, deze is gewoon echt veel te vet voor mijn huid. Mijn huid raakt hier echt verstopt van. En ik krijg hier echt puistjes van. Dus helaas, want hij smeert echt super lekker. Maar ja, shea butter is echt bedoeld meer voor de wat drogere huid. En voor de huid die echt heel erg gevoed moet worden. Dus ben je op zoek naar een lekkere, goedkope body butter en echt een buttersubstantie? Kijk dan eens bij de Action naar deze lijn. Die is wel heel erg lekker. Maar wel echt alleen als je een droge huidtype hebt. Want als je echt een normale huid hebt, dan is die echt veel te vet. Dat waren dus al mijn body butters en body lotions. Het zijn er niet heel erg veel. Toch ook niet super weinig, maar ja, ik wissel gewoon heel erg veel af. En ja, ik hoop dus dat je wat gehad hebt aan dit filmpje. Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken en dan zie ik je heel graag de volgende keer weer. Doeg!